boek waar ik graag iets over wil vertellen, waarvan ik denk dat iedereen het moet lezen, is mij aangeraden in de Thaise jungle van Chiang Mai. Daar was een alleenstaande vader op reis met zijn zoon en ik dacht, wat doet die man hier? En we raakten aan de praat en hij vertelde mij over het briljante boek Shantaram van Gregory David Roberts. Wat je ervan moet weten is dat je het moet lezen. Maar het gaat over de Australische Lin en die ontsnapt uit de gevangenis en via omzwervingen komt hij terecht in de sloppenwijken van Bombay. En daar ontmoet hij en raakt hij bevriend met een enorme maffiabaas en met een hele mooie dame natuurlijk. En wat het boek zo mooi maakt en waar ik zo gelukkig van word, is het goed wat hij gaat doen. Hij zit daar in die schorimori, hij komt uit een omgeving die hem niet helemaal gezind is. En hij zet daar een kliniek op. Hij zorgt daarvoor enorme verbetering van kwaliteit van leven. En het geeft je een enorme boost van vertrouwen in de mens, weet je. We'll make it mooi en happen. Het is verfilmd. Niet doen, gewoon boek lezen. Top!